Kijk, onze superster is weer bezig hoor, achter de schermen. We zitten natuurlijk weer te brainstormen over content, want we hebben Emma hier voor een dagje. En dan moet de content geschoten worden. Mama, kijk aan! Dus we hebben allemaal ons leukste outfit aangetrokken. Fotomodel 1, dit is Koek. Fotomodel 2, dat is Pip. Fotomodel 3, Rachel van Sas, a.k.a. de huismens. En dan hebben we hier ik ben van de productie. En jij bent inderdaad van de productie. Produceer wat lunch. Martijn heeft al 6 opmerkingen gemaakt over mijn outfit. Die er gewoon hartstikke leuk, hip en happening uitziet. En hij loopt nog steeds in zijn pyjama. Dit kleurt mooi bij mijn ogen, heb ik me laten vertellen. En, vergelijk ze daar maar. Daar heb je wel een punt. Maar dit is gewoon een trainingsbroek met vieze vlekken erop. Dit is toch een chino? Gast, dit is wil jij een baby camping chino? Chic. Is het echt zo erg? Vet vlekje, tegenwoordig vet zelf vet. Willem. Dat is allemaal niet, dat is allemaal niet makkelijk. Ja, schat, ik moet iets doen. Volgens mij staan we irritante vlog. Ras, we zijn heel even aan het werk hier. Sorry. Waar waren we? Alvast. Ik moet sleutel halen. Dat je gewoon samen even met Pip daar een koffietje aan creative direction. Bent of zo. Ja. Wow. Natuurlijk alles hier bedacht met een bepaald idee. Het idee van de boshuisjes was als het onder andere heel leuk is om als stel dit te boeken. Of alleen, maar ook heel erg leuk om alleen met één van je kinderen gewoon even me-time, quality time te hebben. Maar goed, bij dat idee horen natuurlijk ook beelden om dat ook uit te dragen. Dus we gaan dat nu eventjes doen. We hebben een behind the scenes is dit eigenlijk van hoe wij de prachtige content die je op ons YouTube en Instagram kanaal ziet. Hoe die tot stand komt en het idee erachter. Met natuurlijk de twee mooiste fotomodellen van de wereld. Knapkop. Knapkop. Alle andere knappe kop. En de allerknapste kop. Nou, zit er en dan wel nu tussen. Even dat shot dat je ziet hoe verscholen je zit hier in het groen. Weet je wat zo, dat merk ik dus heel erg, waar ik vaak een soort van de fout maak of waar verbeterpunten liggen. Voor mij is alles hier zo vanzelfsprekend. Ik weet hoe verscholen hier in het groen zit en hoe knus en intiem deze setting is. Iemand anders weet dat natuurlijk helemaal niet, dus dat mogen we veel meer. En hoe breng je dat nog echt over in de content, weet je? Hoe ik denk met een groen shirt. Ik denk want ik zie jou helemaal niet. Stoeltjes even aan deze kant zetten, dan schiet ik hem zo. Dat is ook wel leuk. Sorry, het gaat allemaal heel snel hier. Wat moet ik doen? Wat moet ik pose? Ga ik pose? Oh. Cameratas. Ja. Is productie. Continuïteit. Zijn ook weer een keer zitten. Ja. Wel, ja, oké. Okay. En dan wel leuk met Teddy. Dat was een beetje intens. Oké, we zijn aangekomen bij locatie nummer 2. Rachel ligt hier eventjes net te doen alsof ze aan het chillen is. Oh, zo mooi. De foto's worden fantastisch. Teddy, you're up, hè, zo. Teddy, lekker. Kan je Willem bellen of hij de prik ligt aan doet? Even kijken, Willem bellen. Alles voor de foto. Hey, Willy. We staan hier op set 2, zeg maar, bij de hangmat, bij de boshuisjes. We maken het shot dat Rachel net doet, alsof ze heel hard aan het relaxen is met de kleine. We missen echt licht, man. De priklicht moet aan. Essentieel dit. Meen mij te herinneren dat jij had gezegd dat mijn vrouw van een drol iets moois kon maken, maar... Wanneer gaat dat... Ik moet wel zeggen dat deze indeling beter is. Ja? Ja, ik was ook eens met de vorige indeling, maar ik vind dit wel beter. Je bent niet zo moeilijk, hè, wat dat betreft. Jij vaart met alle... Ik vaar in principe met alle winden mee. Maar het is wel lekker opgeruimd al. Hey, grap. Ik heb misschien ooit gezegd dat het niet handig was. Heb je dat ooit gezegd? Nou, ik heb het ook wel eens gezien. Kijk heel even naar deze rolgordijnen. Deze heb ik persoonlijk opgehangen. En dit is nog een leuk verhaal. Dit is gewoon een standaard karwei op maat gemaakt rolgordijn. Een standaard op maat gemaakt? Kun je misschien even je bek houden? Dankjewel. Ik ben heel veel mijn verhaal aan het doen, Teun. Mag ik heel even opscheppen over mijn creatie? Dit was dus... Godverdomme. Nou, doe even schillen van met het kutvlog. Ja, het duurt langer omdat jij deed te zitten zoomen. Mag ik eindelijk? Kom op.
Dit is gewoon zo'n standaard maat, weet je wel? Dus je krijgt gewoon, ik had het uitgemeten. Duim! Ik had alleen de maat van die raam had ik opgemeten. Blijkt dus dat deze 4 centimeter kort is, dus hij past er niet. Ja. Dus ik heb deze met mijn eigen handen op maat gezaagd en weer in elkaar gezet. En voilà. Wauw. Maar oprecht, gast. Wauw. Oprecht. Hoe dan? Even serieus. En blijft het denk je ook hangen? Ja, gast. Hij doet het. Dus eigenlijk was het enige moeilijk het uit en in elkaar zetten. Grap, ik heb hem op maat gemaakt. Waar zijn we hier voor, Matthijs? Van die muizen? Ja, we zijn hier. Jullie hadden gisteren hele mooie verhalen. Hebben we muizen? Nee. Heel op zolder. Teun zei gisteren, oh, maar dan moet je eens eventjes hier met een ding zo zoomen en dan snij je dat hier eruit en dan pak je dat erop. Fucking goed uitgelegd, alleen... Nou, ik kan wel om zo doen. Nu komt de uitvoer. Kun jij dit? Tuurlijk. Oh, nou, kom maar hier met die camera, dan ben ik benieuwd. Heb je het goed gedaan? Nou, bijna. Hij heeft het bijna goed gedaan. Nou, ben je bijna trots op je jongen. En nu? Nou, nu hebben we een grote gat, dat is toch prima? Nou, kan er een rat ook doorheen. Je wilde meer muizen, toch? Ja. Je moet wel het doel stellen. Dat is veel dikker geplank. Nu ga ik iets zeggen wat... Waarschijnlijk heel dom gaat overkomen. Maar nee, slim. Alleen, oh. Waarom doen we hier gewoon... plakken dit dan lekker tegen. Tijdsefficiëntie, technisch gezien. Denk ik dat we gewoon beter een grofstukje kunnen pakken, toch? En dan zo'n beetje... Hier, een stukje zo eraf halen. En dan plakken. Dan zou je nog eventueel, kijk, best een mooie ondergrond. Wild one. Huisnummer met manschot ja. Nummer. Verkocht! Ja. Oké. Okay. Zo, Neil, dat je dit doet. Weet je, het leven draait toch om nieuwe ervaringen en zo. Ik heb de lijn voor je uitgezet. Oeh, oké. Okay. Zal ik het doen? Ja. Ik ben niet meer vies van een beetje handwerk, Willem. Is het de new me? Ik ben benieuwd vanavond. Wat lag jij? De zaagkant zit aan de voorkant. Dat had je... Nee, ja, ik denk, ik ga even genieten. Grap, ik heb nog nooit met zo'n tool gewerkt. Dit is wel echt kut, hè? Dit is wel echt, gast. Dat... Ik kan beter dit doen. Ik ben heel... Jij bent hier beter in. Nee. Als alles mislukt, kunnen we altijd nog een... Timmerman worden. Timmerman bedrijf beginnen. Voor al uw prachtige afwerking in en rondom het huis. Ja. Manschot en van Sas. Ik weet niet of wij nou zo goed duo zijn. Wat en hier, ik weet niet wat we hier dan gaan doen. Hier kunnen en hier, ik weet niet wat we daar gaan doen. Staalwol. Ja, de staalwol ga ik vandaag halen. Die haal je bij de Action, niet bij de Hubo. Nou ja, ik denk als we aan het budget gaan, dat we beter langs de Action kunnen gaan. Je hebt niet gewoon een, weet ik veel. Een bol met staalwol. Een meter staalwol of zo. Ik denk dat je hartstikke gelijk hebt. We doen ook nog serieuze dingen op het wilde pad. Hey Jan. Hallo. Ja, dit is een toneelstukje waar we net doen alsof we ook echt serieus hard aan het werk zijn. Tikken, ik moet tikgeluiden maar ik horen. Tik, 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 tik. Jan doet zowel voor Daddy Hawks als de huismuts als het wilde pad het, ja, hoe zullen we het noemen? Artiestenmanagement? Artiestenmanagement, ja. Jan deed ook mijn management. Maar Jan, vertel even het verhaal hoe onze samenwerking ten einde is gekomen. Martijn was anderhalf jaar even tot zichzelf. Even wat rust. En we hadden nog een e-mailbox openstaan. Waar klanten, bedrijven gewoon konden mailen. Alleen, dat sleurde best wel wat gigabytes op. Dus ik dacht, ja, die jongen komt toch niet meer terug. Ik verwijder hem. Die mailbox verwijderd. En een dag later belde hij van... Het gaat weer beter en ik kom weer terug. Dus het was een soort... Dus is zo'n harde wereld. Dus ik ben op zoek naar een nieuw management. Want... Je hebt even een burn-out en je management dropt je meteen. Het is gewoon snel, snel, snel. Ja, dit is wel de wereld. Nee, Jan is de liefste manager van de wereld.
Maar goed. Oké, laten we even serieus dingen gaan doen, want er is een hoop werk aan de winkel bij het Wilde Pad. En social media land wacht niet, rust niet. Dus wij moeten volgens mij een beetje aan de bak. Oké, Jan. Oké, nou, dus komen we weer binnen. Het is druk, druk, druk. Actie in de taxi. Actie in de taxi. Geld, geld, geld. Tijdsgeld. Hoe laat is het? Het is alweer, Jezus, we moeten door, Jan. We moeten door. Precies. Oké, tot snel. Ja, nee, Jan die gaat nu, als het goed is, al zijn PR-contacten weer eventjes laten weten dat wij bestaan. En dat wij weer laagseizoen ingaan. Dus dat betekent dat er allemaal merken, ook hier brand awareness en dingetjes kunnen gaan organiseren. Of andere events, PR-stunts, noem het maar op. Want we hebben weer ruimte. Simbalabim. Precies wat ik bedoelde. Ja, maar jij wilde van die hele kleine borstel. Ja, ik dacht. Dingetjes kopen. Ik wist niet dat je het in van die shop. Je bent een beetje mijn goedje. Ja, dat is wat zo kut. Als je dan verliest, dan ga je jezelf zitten verdedigen om je verlies wat zoeter te maken. Ik dacht van die sponsjes. Staalsponsjes. Alleen, ja, dit is veel beter. We gaan toch de staal vol. Jullie schrootjesplan, dat was de... Klaas, vind je het irritant? Nee. Ik ben gewend van jou. Want, Hey, Femster! Koeien! Koeien! Je bent een ADHD, maar je filmt ook als een ADHD. Heb wat zeg je? Door? Hoezo? Wat? Ongelooflijk. Vlogles? Ja, ik heb vlogles nodig. Want ik ben zo'n goede vlogger. Vloggen? Ga ik je allemaal uitleggen. Oh. In het Fries of in het Nederlands? Nederlands. Ga ik je allemaal uitleggen. Is deze virus echt soort van... als Klaas gaat vloggen, dan gaat er iets goed mis bij ons. Nee, als Klaas gaat vloggen, wordt dat de allerleukste vlog van Nederland. Dat geloof ik. Ja. Vergeet je niet te ondertitelen dan. Lieve schat. Oh god. Je drinkbak. Voor je hond. Dan hoef je niet... Heeft die? Ja, want je hebt in het groepshuis natuurlijk die mooie bakjes gebruikt. Klopt. En dan gaan we niet weer. Betrapt! Is goed. Oké. Maar... Dat geldt ook voor jou trouwens, hoor. Hoezo? Die hebben wij altijd. Nee, zelfs voor mijn grote hond Teddy. Nee, hebben dat is niet zo. Oh. Ik heb ik heb eigen vanuit huis meegenomen. Okay. Aangezien ik hier nu woon, heb ik mijn inboedel ook meegenomen. Oh, je hebt alles meegenomen. Ja, dus Teddy's bakjes ook. Ja, en, zeg maar. En heb je ook... Heb je alles meegenomen? Ja, kom maar mee nou. Kom, wat zijn we voor stichting hier, jongens? Teddy, wat ga je doen? Ga weg. Ik heb nooit met hem. We're fucked. Okay, zullen we allemaal weer aan het werk gaan? Ja, maar okay. Willem, dit is iets anders dan zo'n action... schuursponsje, hè? Oh, dat voelt ook helemaal naar. Ik snap wel dat de muizen dit niet zo prettig vinden. Nee, hè? Gelukkig zijn we helemaal... Ah, jezus, wat is het aangelekt. Ja. Het trekt helemaal. Ja, dat je met je kleine knaagtandjes hier... Ja, dat wil je niet. Ja, dit ziet er ook wel... ook leuker uit. Nou, het is toch gewoon... Mooi zilver is toch niet lelijk? Ik ben ook heel eerlijk wel van mening dat je een beetje aanstelt en overdrijft. Sorry? Oh, zeg maar, er moet hier wel wat te halen zijn voor die beesten. Kijk, als jij hier met je vieze vette klauwen allemaal chips gaat zitten eten en dat op de grond valt... Dat was ik ook niet van plan. Maar even serieus, heel eerlijk, het is toch gewoon geen lekker idee dat je kamer gewoon één grote gatenkaas is en... Ja. Ja, kijk hier. Kijk wat voor ongedierte er allemaal binnen komt. Staan ze te genieten, hoor. Nou, wij gaan nog even rustig verder met het muisproof maken van de zolder van Martijn. En daarna heb je het opruimen, toch? En daarna help ik... ik heb ook nog andere afspraken en zo. Ik moet nog helemaal naar Brabant rijden. En ik moet even kijken hoe ik uitkom qua tijd. Nou, Michelle is even aan het laten zien waar ik ga wonen. Wat vind je ervan, Emma? Ik vind het leedvermaak. Kijk, nu slaap ik hier. Nu slaap ik in de woonboerderij. En dit is uiteraard wel een hele luxe. Want ik heb dit helemaal voor mezelf. Ik heb mijn eigen keuken hier, ik heb mijn eigen badkamer, maar echt een hele zieke badkamer. Dus dan is die zolder wel een klein beetje een downgrade. Maar we zitten nu een soort van content shoot zijn we hier aan het houden. Omdat, gek genoeg, deze woonboerderij eigenlijk onze parel is. Want hij is het allermooiste van alle accommodaties. Alleen hij wordt dus niet geboekt.
En wij zitten er nu naar te kijken en waarschijnlijk hebben we de prijs iets te hoog ingesteld. Dus die zijn we nu naar beneden aan het halen. Kijken wat dat doet. En tot die tijd kan ik hier zitten. Dus eigenlijk is het een beetje dubbel, want als jullie nu met z'n allen gaan boeken, dan moet ik direct naar mijn zolder. Maar het is wel goed voor het bedrijf. Eén keer ga ik jullie laten zien hoe mooi de woonboerderij is. Kijk. Dit is dan je woonkamertje. Een uurtje moet ik aan die kippetjes brengen. Je keteltje. Hoe lekker zitten die stoelen, jongens? Top. Dat is niet normaal, hè? Maar ook mooi, stijlvol. Emma? Oh, heerlijk. Heerlijk. En dan heb je hier gewoon 5 gaspitten. Hallo. Ze had de droom van elke keukenprinses. Hallo. Dan gaan we nu kijken naar waar ik slaap. Ja, ik leef natuurlijk uit allemaal koffertjes. Dat is een koffer, hier is een koffer. Ja, dit ga ik wel missen, eerlijk gezegd. Dit is toch wel echt top, jongens. Kijk nou wat een heerlijk badkamertje dit is. En als je denkt van ja, weet je, ik ben deze douche nu wel een beetje zat. Dan pak je toch gewoon deze. Deze trap. Vind ik toch zo mooi. En dan hebben we hier nog niet 1. Niet 2. Maar 3 slaapkamers. Dus je kan hier met 8 personen logeren. Dus nogmaals, de woonboerderij is vanaf nu voor een verlaagde prijs te boeken. Ik kan hem oprecht aanraden, want je zit hier echt heerlijk. En ik ga wel naar mijn zoldertje.